Het zijn drukke dagen voor de crew van de musical Spamalot. Naast repetities worden er persconferenties en fotoshoots georganiseerd, trailers opgenomen en wordt er ook nog gerepeteerd. En wie Spamalot zegt, zegt Monty Python. En dat belooft veel humor en absurditeit. Het is een komische musical. Het gaat over vier ridders samen met een koning op zoek naar de Heilige Graal en een bijzondere dame die ze tegenkomen op hun reis of hun kweesten naar de Graal. En eigenlijk is het vooral een hele simpele kapstok om heel veel moppen te maken. De musical is echt gebaseerd op de film van Monty Python, Monty Python en de Holy Grail. Al die flauwekul zit er echt allemaal in. Ja. Dat komt allemaal tegen. Dat is echt, ja, het is heel mooi vervlaamst. Dat leunt echt heel erg aan bij die Engelse humor. En ja, het is echt flauwekul. Ik kan het niet anders zeggen. Eigenlijk. Maar het is wel echt goede flauwekul, hè? Ja. Het is echt goede flauwekul. En wij doen er nog veel meer flauwekul bij. Voilà. Dus allee, dat is eigenlijk best of both worlds eigenlijk. Als je begint te lachen, stopt het niet meer. En denk er nog hier, hè? Wat blieft? What happens in Camelot, Jan? Stays in Camelot! In 2011 stond regisseur Stanley Kretz al eens aan het roer van deze veelgeprezen musical. De musical is de musical natuurlijk. Hè. Het is het Monty Python, Eric Idle gebeuren. In die zin is het verhaal exact hetzelfde. Nu, we zijn allemaal 8 jaar ouder geworden. We zijn allemaal nog een beetje zotter geworden dan toen. Bij sommigen begint seniliteit zelfs op te treden. Dus in die zin is er nog meer plaats voor improvisatie, toch tijdens de repetities. En ja, er zaten toen al behoorlijk wat grappen in die actueel waren en die van ons kwamen, en niet per se Monty Python. En daar gaan we nog veel meer van in zitten deze keer. Hop, 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 hop. Hop, er is van taal voor ronde, dat ze elke seconde. Op de maat, wij spagaat, we hebben het kaart gevonden. Het is hier met in Camelot, met zang en dans op ons hoofd. Het lijkt nu als een promofilmpje, dat snap ik, maar dat is dus echt gemeend. Ik moet toegeven, toen wij het de eerste keer speelden, 8 jaar geleden, hadden wij allemaal zoiets van, dit kan toch, dit is toch, hè? En dat stopt niet. Dus toen dat de vraag kwam om het terug te doen, denk ik dat wij geen seconde getwijfeld hebben. Er is een tafel ronde, we hebben elkaar gewonden. Dank u God, we zijn niet zot, geef ons maar een blonde. Want ook hier in Camelot. Een tettenzoon.